Een stofzuiger wordt heel vaak verkeerd bekeken. Mensen denken altijd maar, joh, koop een stofzuigertje. En uiteindelijk koop je een stofzuiger om het zo makkelijk en zo goed mogelijk schoon te krijgen. Mijn naam is Richard Voogd. Ik ben eigenaar van het stofzuigerhuis op de Beierlandse Laan. Sinds 1938 bestaat de winkel en ik doe het al zelf meer dan 40 jaar. Het wordt een heel mooi gedeelte, het trekt heel veel publiek, wat natuurlijk voor ondernemers heel erg belangrijk is, nieuw publiek. De strip die er gaat komen, daar hopen we dat daar niet concurrentiewinkels komen die hier al zitten. Dat is iets wat wij met de gemeente samen in aanspraak willen hebben, dus dat de loop hierheen komt. Daarvoor komt er ook een loopbrug voor, zoals het goed is. We hopen dus dat de mensen die van tevoren naar de Kuip komen, dat die over de laan gaan lopen, over de boulevard. En een borreltje gaan drinken in een kroeg, eten in een restaurantje en ook winkelen in een winkel die ze niet in de eigen buurt hebben. En de naam zien en hey, een speciaal zaak van stofzuigers. Nou, als de stofzuiger dan stuk is of iets nodig hebben van de stofzuiger, dat ze denken, hey, daar zat een speciaal zaak, ik ga daar eens informeren. Mensen die een nieuwbouw gaan betrekken of oudere woningen die omgebouwd gaan worden en opgeknapt gaan worden. Ja, daar gaan mensen verbouwen. Er is bijna geen huishouden wat verbouwd wordt waar een stofzuiger opgeblazen wordt. Het zijn huishoudelijke stofzuigers en geen bedrijfsstofzuigertjes die zeg maar tegen bouwstof kunnen. Plus dat er een pak zakken heel snel doorheen gaat in plaats van dat ze een jaar met een pak zakken doen. Dus ja, dat is voor mij altijd wel een hele intense verkoop.